Het is Tongensje en 29 maart. Dit is het Bokkenslag Café. Mij Joen on tafel. De Vroot en Europees kampioen allround. En Vrootkampioen op de 4 kilometer. Sven Kramer. En de meer succesvolle racecoach van de gemeente Heerenveen, Jelle Danema. Ja. En het publiek, dat zijn de leden van de raceclub De Eskimo's, het Friendship. Dadelijk zullen we met Sven Kramer en Jelle Danema het seizoen tron nemen. Maar laten we eerst even zien hoe uit dat seizoen de verharren uitzeg. Sven Kramer, de beste raidrider van deze tijd. Een zware blessure had hem een heel seizoen onder kant. Maar in november stiet hij er weer op het NK afstand. Kramer riet de 4 kilometer, maar verliest van Jorrit Bergsma. Bergsma is een pupil van Jelle Danema, baas van de baanploeg en de beste coach van dit moment. Hij bewees op het NK afstand dat de successen van vorig seizoen geen tafel binnen. De 10 kilometer rieden Bob de Jong en Jorrit Bergsma beter als Kramer. De combinatie van lange baan met marathonrieden is een gouden. Een paar weken later wint Sven Kramer voor het eerst in Oorlier weer een wedstrijd. Bij de Vrouwbeker in Astana is hij de sterkste op de 5 kilometer in een rechtstreeks duel met Jorrit Bergsma. Bergsma en Anema slaan waarom op de 10 kilometer bij de Vrouwbeker in Tielf. Bergsma is oppermachtig, riet haast een barenkoor. En Kramer die verneemt dat de 10 kilometer nog te vier is en liet het rennen. Ook op de marathon is er succes voor Anema. Arjan Struutinga schroeft skiertnis. Hij werd voor de vierde keer nationaal kampioen op kunstdies. Een unicum. Waarom naar Sven Kramer? Bij het EK en WK allround is hij oppermachtig. Hij wordt voor de vijfde keer Europees en wereldkampioen. Als allrounder zit er geen maat op Sven de Man. Maar ook Anema en Simon zitten net stil. Bergsma wordt voor de tweede keer nationaal kampioen marathon op Natuurijs. De man van BAM hoop je op een halve sterrentocht, maar die komt er net. Het seizoen eindigt het mooie klapper op het WK afstand, zowel voor Kramer als voor de man van Anema. Kramer wint de 5 kilometer. En dat 10 kilometer gaat naar Bob de Jong met Jorrit Bergsma als goeie tweede. Zo binnen Kramer en Anema dit seizoen beide tegen succesvol. Conclusie, bundel je deze krachten en je krijgt de koning van Sochi. Ben ik hier nog een keer samenwerken eigenlijk? Ja, wie weet. Ik heb het meegeld. Ja, heren, welkom hier in het poeh, dat is even de loodstechnicus. Maar ja, Sven, daar heeft lang twijfelen om bij te tekenen bij TVM. En bij BAM, rond de onderhandelings, ook tegen Zwier. Hoe serieus had er nou sprake geweest dat je hem echt met elkaar geerwerkjes zoen? Nou, op het moment dat bekend wordt en een naam neemt wordt, dan kies voor Sien naar bijvoorbeeld Dries van Acht. Die wordt eerst minister-president en heeft een minister, dat is Lubbers. En dan je Dries van Acht uiteindelijk naar de EEG, wordt commissaris bij daar de was EEG. Heen, Jelle. Dan krijgt hij een baas, Simmerzees, dan moet er een baas komen en dan wordt ergens een doembeeld komt er dan ineens dat die baas, dat wordt dan misschien Ruud Lubbers die ophoudt. En dat woer vannacht net, dus wat zouden er de volgende dag? Ruud Lubbers is de beste man van die baan. Dus op het moment dat het bekend wordt, dan is het duidelijk dat het net gebeurd is. Nee, ik vreeg je denk ik maar even naar Sven, want dit is weer een heel lang verhaal. Maar hoe serieus heeft er nou sprake van West Sven? Nou ja, goed, dat wist natuurlijk dat het in principe eigenlijk altijd was zo kennen. Ja, en uiteindelijk ben ik natuurlijk mogelijk genoeg. Maar op het moment zelf heb ik op dat moment uiteindelijk voor TVM gekozen. En Koens op dat moment mij de beste faciliteiten bieden richting Sochi. Ja, maar waarom is er lang twijfelen dan? Want er moest 20% inleveren, dat is het verhaal. 20% inleveren. Wie een hele gong, hè? Zou mogen hier net? Ik ben hartstikke tevreden. Ja, maar dan moest je 20% heerlijk om trainen, man. Ja. Hele leven! Die hele leven, denk ik. Want bij BAM is het nou ik alle ellende te verhoord. Het sponsorgeld is roem, maar hoe zeker ben je er nou van dat de toppers, zoals Jorrit Bergsma, Bob de Vries, Bob de Jong, dat die ook bij de blauwe? Nou, wij hebben al gepraat gewoon met vier riders, Bob de Vries, Bob de Jong, Arjen Struutinga, Jorrit Bergsma. En mijn persoon, zeg maar zeggen, dat wij in je blok binnen en dat wij als blok de onderhandelingen aan je, zeg maar zeggen. En dat je buurt met man en man een woord. Dus en dat hoort dus al jaren. Ja, en in de toekomst komt er nog eens van een geerwerking? Dus je zit er nog aan tafel? Absoluut. Ja? Ja.
Hij had die twee partijen nodig, hè? Je had die twee partijen nodig. Maar van, als het er nog eens van komt, mocht het Saphir komen, dan, dan krijgt dus deze tafereel als het eens een keer kampioen wist. Lid even. Ja. Ja, want het bloot vanzelf zijn wel een heel aparte coach. Ja, natuurlijk. Wat een marathon saai is en met hij maar zat gewoon. Ja, toch? Maar van, let we even, waarom gaan we naar het begin van dit seizoen, Sven? Van, in november, wat voor verwachting is hier van dit seizoen? Ik hoop dat ik gewoon, lekker rieden koe en pienenvrij. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. En ik heb altijd wel vertrouwen gehad dat ik er weer van oud kom, dan kom ik wel weer op niveau. Maar hoe onzeker wie is het? Nou ja, natuurlijk best wel onzeker. Omdat ze gewoon, de hest die nog helemaal net niet. Ja, ik is wel goed skieler. Ja. En dat ging op zich wel. En in het simmer is ik wel oké, maar ik ben nog steeds net er helemaal van oud. En dat ging eigenlijk pas vanaf september. Dus ja, goed, dan is het altijd afwachten hoe het oktober, november gaat. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, zegt u hem ook als de belangrijkste concurrent van die jongens? Nee, ik zie hem net als een concurrent, als een collega, zeg maar. Dus ik ken hem ook net meer rieden zien. Dus had hij dan meer riet, en zeker dat het geblesseerd is, had een rieder net, altijd net wol, daar is niks aan om dat te zien. Dus, best moeite mooi, ja. Want? Nou ja, dat is dit gewoon. Omdat je gewoon heel close binnen. Nou ja, goed, je kan op zich geen goed maken opzitten. En dan hoop je gewoon dat het goed riet en dat het goede ritme riet. Dus ik zie dat net als een concurrent. Ja, in het begin ging het heel erg knap. En dan komt die Vroodbekerwedstrijd op het Jereveen. Dan neemt het op tegen Jorrit Bergsma op het 10 kilometer. We hadden direct beelden van. Jorrit riet een geweldige tijd, hè, van 12:50. En dan ligt het op een gegeven moment ligt het erin. Liefst tretje een fiefje, dus het eigenlijk njogende. Die wedstrijd, heeft dat voor mij echt een ei-iepende west? Een eierpunt en net, maar ik wist op. Ik won de World Cup in Astana. En ik ben eigenlijk nog steeds bezig in het proces om beter te worden. En volgens mij riet Bob de Jong er voor mij, voor Jorrit en mij. En die riet, ik voor mij krek onder 30 minuten. En dan bad je er eigenlijk gewoon in. Ik riet de hele tijd tot mij de helft, volgens mij voor Jorrit, met ronde 30 achterin bij de hele tijd. Maar op een gegeven moment, viel ik, dit ging gewoon net volhouden. En Jorrit die trekt hem terug en die riep hartstikke best. En ik, het kostte mij van de eerste twee ronden al gewoon te volle energie. Ik zie net lekker in de slag. En dan, op dat moment is het dan beter om hem te ritelen dan hangend en wurgen naar de finish. Maar voor hinnen, wie dat in ere toernooi? Ja, dan goed, voor hinnen wie dat in ere toernooi. En als ik in de, zeg maar, in de conditie wie zoals ik... Twee, drie, één, wie, zeg maar. Dan probeer ze nou nog wel in mijn achterhoofd maar de wetenschap wat ik nou weet en dat het nog steeds helemaal super is. Nou, op dit moment wel, maar toen zeker nog net. Ja, dan moest ik me erin litten. Ja, en dus zijn de meesten nou al hier van Sven Kramer is verwoeksende worden. Nou ja, liever net niet, hè. Jongblouwen. Maar dat zijn natuurlijk verstandige dingen, omdat geen de woorden rit, dat je vernimmer van het git eigenlijk net, zat ik wel, net niks forceren. Ja, dat is routine en dat is vakmanschap. He, dat is, dat is bijvoorbeeld wat als de jong bist en krijg bijeenst, wat zo moeilijk is. Dus dan bist eigenlijk met einddoel bezig. Ik wil dat rieden, of ik wil hem winnen, of ik wil dit. Maar dan moest er weer zijn. Had op een gegeven moment rond zijn 31 fjouwer op een boeren verschijnt. En dat is te langzaam. Maar de riest al max, dan kist de wel van ik met 31 roen rieden niet. Maar dat is de grootste fout is maar als je kist. Dan moest eerst in die 31 fjouwer die ontspanning maar vinden. En op een gegeven moment dan riest weer op die hartslag. En dan kan die druk halen van het bloed, kan weer terugvoerd in. Dan krijgt wat meer ontspanning. En dan pas je die tijd naar beneden te. Jongens die dat net willen, die in dat sinfjocht zien, want ik moet die tiet rieden en dat in het zijn. Die tiet komt bij die. Ja, maar bij het NK Oostland, net als mij, toen was het treden op een 4 kilometer. Mm-hmm. En dan zeiden ze van, nou, er komt dit seizoen heus wel weer eens een keer een tiet om dat ik alles kort en klein sla, dat ik treden weer. Mm-hmm. Wie dit het 10 kilometer, wie dat misschien zijn wedstrijd, dat je zoiets van, potverdikke me, ik zit er toch wel heel vier van hoor. Nou ja, ik heel duidelijk, omdat Jorrit natuurlijk een hele geweldige tiet riet. Ja, nee, tuurlijk riet hij een goede tiet en hij een hele beste tiet. En
uiteindelijk reden die jongens natuurlijk hele beste 10 kilometers dit seizoen. Maar voor mij werd ik weer meer gefocust op de 4 kilometer. En ik hield op dat moment ik wel een soort van vrede mee. En als de gewoon het gevoel heeft van ik voor een wedstrijd, nou ik ben er helemaal clear voor. En de verknal ze gewoon echt toch domme fouten of zo. Ja, dan heeft ze rug om lul te worden. Maar dit wie gewoon op dat moment wie gewoon zat het weer. En ja, dan kan ze heel leuk worden, maar het op dat moment echt geen zin. Ja, dan komt het op een gegeven moment kom je jezelf zien in die rit. Is dat dan een verrassing? Denk je van potverdikke me? Nou, het is wel zonde natuurlijk. Ja, absoluut. Wie is dat verwachten? Ik weet wel dat mijn 10 op dat moment minder weer dan mijn 4. Maar is het liever natuurlijk net zo. Nee, Thomas doseren en Jim reed alles. Ja, maar dat is ik zo. Maar we rieden natuurlijk ook wel dingen als training. En dat is de mensen dan net. en zeker in de marathon, dan kent dat heel goed. Dus dan riest marathon als training en dan kun je nog winnen. Hè, maar er riest maar een aantal wedstrijden in die rieden we echt om volle bak. Dat ben degene en ik de punten. Dus we hebben wel de periodisering, zoals een allround team dat ik dat. Ja, maar Jim riet eigenlijk een programma wat in de Ega van Sven net logisch is. Jawel, Bob de Jong die riet in Hamar, wint de 4 kilometer en zit met mij in Darlette op de Holland Venetië tocht. Ja, maar dat woest Sven ik wel. Ja? Natuurlijk riet ik liefst alles, maar op dit moment voor mij is het gewoon is het net het dan. Tuurlijk. Ja. Maar zo Sven riet allround, no? En dan moest ik die 400 en de 1500 meter moest doen. Nou, en dan, dat lust het zo nauw. En dan wordt toch het rieden wordt heel oors. En het is heel triest dat allround dat het onderwaardeerd wordt, zeg maar. Want ja, het is gewoon zo, in de hele schaatswereld is gewoon de allround titel. Dat weet iedereen, dat is de beste rieder van het seizoen. Ja. Maar de drang van de 4 Olympische ringen, die de oer field wordt, zeg maar, is nemen die eigenlijk het oer van wat uw sport is. En daar ben ik eigenlijk altijd net zo wies mee. Nee, maar dus als van de Olympische of de allround titel, dan ben je dus de beste reetrieder van dit seizoen. Ben je dan eigenlijk het meest gruts op die Europese titel allround en de vrouwtitel allround? Nou, vooral de Europese kampioenschap was natuurlijk dat eigenlijk mijn eerste werd. En de WK ik natuurlijk, want uiteindelijk na zo'n WK en dan skip ik alles. Ja, en dan ging ik gewoon alleen constant die rondjes rijden. En dat ging toch zoveel makkelijker dan als ik nog bezig was met die 400 en 400 meter voor het allrounden. Dat kost bult en energie. En dan kiest je uiteindelijk beter focussen op één ding, als dat hij was. Maar ik wil nog heel graag Europees en wereldkampioen worden, dus ik ging gewoon naar Doorsman. Nee. En hoe gerust ben je dan op de 4 kilometer van Aron en Vree, de vrouwentitel? Natuurlijk is die belangrijk, absoluut. Maar ik de sfeer, de hele ambiance, natuurlijk een heksenketel? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat we gewoon 4 dagen een super mooi sport gaan in T11. Ja. We hebben een schitterend stadion. Dan komt de eerste dag komt het stadion in en viel ze direct. He, dus de tribunes, de sfeer is oors, de echte Rieders fans die er op de tribune staan. Daar heb ik boet in het stadion, heb al je tenten, mooi house muziek en daar weer volle minder aandacht voor. Zeg maar. De tribunes ben ik vol, nog volle better kin, want eigenlijk moest wat dat feest wat boeten is, moest in het stadion brengen. Ja, en dat, nou, daar moet men nooit denken hoe je dat krijgt. Dat je dus echt de mensen die moeten in het stadion moest alles krijgen kennen. En daar moet de show wezen. En tussen trof we er rieden, zeg maar zeg. Maar de dwaalpauze zo, is het hartstikke mooi, man. Zet iedereen het jam op. Ja, en het wint natuurlijk een geweldige sfeer. Hè? En dan wist ik zeer uitbundig. De vier is die ontwinning echt mijn publiek. Ja, nee, natuurlijk. Weet je, als het zag vol zit en meestal steun je staat hele trog natuurlijk. En uiteindelijk op die 4 kilometer. Mensen een soort type krijgen van meesken. Maar... Ja, ik denk wel dat ik. Ja, absoluut. Maar sms'jes, mailtjes. Ja, nou ja, dat is sowieso altijd wel. Maar ik denk wel ook gewoon dat het publiek het waardeert dat ik op dit moment op deze manier weer omkom. Ja, en let ik even zien naar de Boetlonske toppers. En Bob de Jong, nevens mij, wat zij voelen van die prestatie van Aron en Vreed op de 4 kilometer wereldkampioen. When he can smell gold, he's hard to beat. Oh, I think he's had a great race. He's the koning of the 5 kilometers. He's not coming back if he can't win. So. En volgend jaar dan is Sven Kramer ook weer op de 10 kilometer en dan eigenlijk hem dan in een rechtstreeks duel verslaan. Dat zal het doel zijn. Ik zal Jorg Bergsma rechtstreeks verslaan. Oh, ja, en niet in de ritten voor. Ja, is Bob de Jong de belangrijkste concurrent misschien wel? Nou, ik denk het de belangrijkste. Ik denk wel samen met Jorrit Bergsma. Ja. Ja. Ja, dus het mag benam komen van de Nederlandse concurrentie. Nou ja, op dit moment op de 10 sowieso.
En de 4 kilometer, de rest wel meer kans hebben ze. Ja, en Takom hier, dat zouden ze dat is mij snuwen. Rijd je hem nog weer hudder, hè? Ja, dat doen we elke keer, door volgend jaar. Dus dat is, maar dat jeet Sven niet dan. Dus dat is helemaal geen probleem. De trainst. En dan ben je op systematische wijze bezig om die prestatie te verbeteren. En op het moment dat dat net lukt, hij is net traind. Dan ben je bezig in de therapie gewoon. Maar normaal gesproken, als je gewoon aan die zwakke punten werkt, dan riest volgend jaar weer wat hudder. En natuurlijk, hoe hudder dat ze riest, hoe lietser die vooruitgongen binnen. Maar ik, Bob de Jong, riet dit hier, werd huddere tien. En hoe gruts ben je daarop? Dat het al je toch weer slagen, dat al die successen van BAM, je hebt natuurlijk een geweldig seizoen achter de rug. Ja. Ja, eigenlijk helemaal net. Net? Ben je net gruts op? Nee. Nee, ik weet het net. Eigenlijk je ervaart het als normaal? Ja, als een logisch gevolg van alle arbeid die is erin stekst. En het afgelopen weekend hebben we 2 goede ritten gehad. En 2 ritten werd in mijn team wat aan me keerde. En daar zit ik meer maar die ritten werd aan me keerde. Dan, en terwijl iedereen natuurlijk shot naar die geweldige goede 2 ritten, shot ik naar die 2 ritten die minder goed winnen. Ja, we moeten het nog wel vanzelfs hebben over de toekomst van het allrounder. Maar daar hebben we het al een beetje over gehoord. Maar ook over de 10 kilometer. Want hij is nou een heel soort 10 kilometer, hij is eigenlijk net rijden. Het is ja. Amper 10 kilometer rijden. Ja. Nou wordt er ook praat dat er in Sochi met de Olympische Spelen, dat er voor het laatst dat 10 kilometer een Olympisch onderdeel is. Hè? Ja. Hoe serieus moeten we dat nemen? Nou, ik denk het al te serieus. En ik weet dat een professor onderzoek naar die het op zijn manier. En ja, ik praat natuurlijk wel meestal met mij van de ISU en van de NOC NSF en van de Olympische Spelen. IOC. Ja. En skaatsen is op dit moment, als de gewoon naar de weken afstand, dat is natuurlijk een best wel volle internationale medaillespiegel. Ja, en dat bloedt nog steeds heel erg belangrijk voor de winterspelen. Dus ik denk dat echt wel onzin is. Ja, want ik had het onderzoek hier, of in elk geval het artikel van de professor Mannix Koolhaas. En die zei tegen het lange baanrijden voldoet net onder de eerste van het IOC. Want dan moet het lange baanrijden in de meeste 24 landen breed beoefenen worden. Ja, het bobsleeën in 24 landen en in bobsleeën naar beneden. Dat was wel heel hè. Dat is gewoon groot onzin, zeg je ze. Ja. Er zijn net eerst 24 landen waar bergen binnen werd geweldig goed skietbus. Dus dat is gewoon, dat is wel de doelstelling. En dat is een hele terechte doelstelling, zeg maar. Maar het is wel een doelstelling en het is net iets wat... Het is geen eis. Nee. Dus het hele verhaal van professor Koolhaas... Nee, ja, dat is heel waardevol. Heel van mij. Ja, toch? Dus shit, dat is nog. Ja, dat vind ik kleur mooi. Die hele Koolhaas. Ja. Maar we hoeven dus net serieus... Want ik dacht van misschien... Ja, want het honkbal is zelfs ook niet meer Olympisch. Nou, of is dat een hele orde vergelijking, een verkeerde vergelijking? Nou ja, dat is natuurlijk honkbal, als ze naar het buitenland Amerika zijn, is het natuurlijk gigantisch. Ja. Dus, misschien is dat dus wel weer te professioneel. Maar ja? Waarom is het nou zo belangrijk wat Olympisch is? Ze hebben de triathlonsport, hebben ze de straat omdraaid met hun Olympische afstand. De lullige 2 uur in de rond te draven. Wie staat een triathlon is lang en zwier. De ziel van het triathlon is gewoon dat het heel erg lang is. En dan moest net zeggen van, ja, we zijn Olympisch en we willen graag dat het interessant is. Want wist wat ik interessant is? Op een 400 meter alle 20 man tegelijk starten. En zien wie het eerst door de streep heen is. Maar ze zien wat een leuke wedstrijd dat het is. Ja. Als je crasht ijs doorst en dan ligt een hele boel Nieken naar beneden te gaan. En dat is hartstikke mooi. Ja, maar dat is onzin. Wat om jeet is dat wij in een sport zitten, wat topsport is, waar we eigenlijk channel corriden, waar de jongens, de riders, lelijk worden. Als er de ijsomstandigheden net hetzelfde binnen, want we moeten een eerlijke winnaar hebben. Dus absolute topsport. Hè? En ik vind dat wij dat bewaken moeten. Dat deel, dat is de ziel van uw sport. En het allround dan, want daar hebben we toch eigenlijk al een beetje grub mee willen hebben. We hebben opgegroeid, het allround, dat vonden we al ja, geweldig. Dat zit nou echt heel erg onder druk, want elke niveau moet natuurlijk specialiseren. Zodra dat Olympische Spelen eigenlijk eens een keer zich net richt op wat hartstikke leuk is voor een stel mensen die het maar een concentratiespannen heeft van 2 minuten. Hè, maar zich concentreren op mensen die liefhebberij hebben bij de sport. Hè, dan zullen ze allround opnemen in het Olympisch programma. Dan moet je toch zien hoe belangrijk het allround wordt. Ja, dan wel weer. Ja, dus met andere woorden, die Olympische beweging is op dit moment degene die aanstuurt. En die beslissen kan wat belangrijk is. Dat liep het nergens op. Dat liep het nergens op. Want er zijn oude mannen die hun eigen portefeuille en hun mooie reisjes mooi heel goed uitwitten te venten met die 4 Olympische ringen. Hè? Maar ondertussen is het een schandaal wat die mannen van macht hebben. Dus dat vies eigenlijk het allround met zo gauw als mogelijk Olympisch worden? Absoluut.
Ja. Daar moest heen. Dat is uw sport. Daar zijn alle riders. Daar moesten ze een Bukkel vregen. Daar moesten ze Shani Davis vregen. Er is iedereen het eens. In uw sport is dat de maatstaf. Doe ik? Dat was ja, nee, absoluut, ja, natuurlijk. Dat zou het allermooiste zijn. En natuurlijk is dat net iemand dat traaien kleren. Maar als ze dat voor mijn koor zoen krijgen, dan is het hele probleem al rauw oplossen. En is het de allergrootste impuls zijn die er ooit was is voor ja. Het al rauw. Ja. En dan krijgt iedereen die het weer dat vak van Rien wel leren. Het is gewoon te moeilijk voor ja, heel veel. Exact. Het is makkelijker om die op één afstand te richten ja. dan een 34 wollen rieden en onder de 13 minuten. Ja, het is onkunde en het is armoede, denk ik. Gewoon dat heel veel gewoon het maar litten. Ja, maar moest je altijd nog specialiseren, dan bloos gewoon nog, zolang als toe in actieve carrière, was er altijd gewoon allround. Tuurlijk, voor mij is het maar goed. Ik heb nou, natuurlijk, allround bloed voor mij is nog steeds. Belangrijk. Maar ik heb natuurlijk al best wel volle allround titels won. Dat is voor mij in de Olympische Spelen niet naar mijn zin nog net genoeg. Dus dat voor mij wordt dat wel belangrijk richting Sochi. Ja. Maar ja. Ik zal het net samen skippen, zeker net. Nee. En in Sochi wil ik gewoon, daar richt ook vooral die op de lange afstand, 5 in het zien. Ja. Mm-hmm. Olympisch goud moet er dan komen. Ja. Ja. Dan Tiaf, wat ik nog even doen heb, want er komt Vernijbouw. Daar heeft wel een sign dat ze miste komers. Ja, zonde. Zonde. Natuurlijk. Ja, dan Kevin Uccini weer. Maar let wel eerlijk wezen, het bloot gewoon op hetzelfde plak. Komt een fantastisch mooi stadion van 50 miljoen. Kist er wel wat leuks bouwen. Gewoon heb ik die temperatuur een beetje reguleren. Je bent op een hoeken. Wat is er nou mooier? Nee, ik garandeer je, als de BAM het bouwt, dan wordt het een vreselijk snel stadion. Nee, maar ja, het kan toch prima worden? Ze hebben een hele commissie, Bob de Jong die zit erbij. Ze hebben hele goede plannen. Dat zijn er genoeg. Maar er komt toch eigenlijk gewoon een mooi nieuw stadion, alleen nog op dezelfde plak. Nou, als BAM bouwen lid, dan komt er een goed stadion. Ja, ja. Maar daar heb je geen twijfels, Sven? Nou ja, ik vind het gewoon jammer dat het uiteindelijk... Geven mij zijn oom voor een plan. Ja, dan vind ik dit een beetje heel werk. Ik snap het wel. Ik snap alle argumenten wel. Maar uiteindelijk is... Maar het is toch gewoon nee? Nee, het is gewoon nee. Tuurlijk is het net gewoon nee. Tuurlijk net. 50 miljoen kun je toch een heel mooi stadion bouwen? Ja, op dezelfde plak. Het zou wel kunnen. Volgens mij die groene keepje. Het zou wel kunnen met. Het zou wel kunnen met. Oké. Okay. Dus maar dan is direct de vraag, waarom... Als ze het orenplan ernaast lezen, waarom is iedereen in het sjoegen, hè, in de sport zit, dat beter is. Okay. Dat is heel, heel vreemd, maar dat is dus wel zo. Nou, dan hebben we het volgende keer wellicht toe. We hebben verkoosje, dan is naar Dubai. En dan is het gewoon weer rond het ziekenhuis. De werkelijk is oneerlijk. Zo is het nog een keer. Ontzafier, heer en tieren tank. Ontzafier, man je meer sport dan in je reguliere boppenslag en daarin rondomtinken van die volleybalsters van Snits. Zij spelen om het loonskampioenschap van Nederland in Sliedrecht. Waar weet ons dan? Hoe dan ook nog een hele gezellige dag. Ik ga met me voorbij, hè? Hier, ik heb je sparen.